Hoe heb je gekeken naar de ontmoeting tussen Xi en Poetin? Nou, ik moet je zeggen dat ik met name die wit geschilderde paleishallen. En met die al die idioten lopen. Wie laat trouwens een bejaarde dikke Chinees een enorm lange trap naar boven, zodat hij volledig buiten adem boven arriveert lopen. Dat vond ik wel gek, ja. Het leek me dat je denkt, zou die dat nou ook weer expres verzonnen hebben? Net als die hond met Merkel, weet je wel. En die lange tafels. Ja, die sowieso. En dan met die lui met van die trompetters en van die marcherende soldaten. Het is een wonderlijke, zieke sprookjeswereld die daar gecreëerd wordt. Natuurlijk is die Poetin overspannen geraakt in zulke rare ruimtes, niet waar je begreep. Hoe denk je dat Xi het vond? Ik denk dat Xi dolblij was dat hij weer weg mocht. Dat is mijn indruk. En Xi was er alles aan gelegen om een hele vriendelijke, toegankelijke, pro-Russische indruk te maken zonder iets van enige betekenis te beloven. Zijn rol is een beetje de rol van de vredesduif. Hè? Die willen ze nu gaan spelen. Nou ja, hij heeft helemaal geen zin om betrokken te raken bij dat conflict. Zoveel is wel duidelijk. Wat blijkt er daar trouwens? Het feit dat hij helemaal niet op grote schaal bereid is om wapens te leveren aan Rusland. Die wel heeft, maar die gaat hij niet leveren. Dus ik las ergens. Hij ging wel zorgen aan drones leveren, maar dat levert hij niet. Dat zijn kleine zelfstandige bedrijven, begreep ik. Waarvan hij altijd kan zeggen, ja, sorry, maar daar heb ik niks mee te maken. En wat kleinere wapens, hè? Dus ook ze hebben volgens mij wat vesten en wat geweren, dat soort dingetjes. Het komt er in ieder geval op neer dat China er niets voor voelt om Rusland te bewapenen in dit conflict. Maar ze willen wel. Heel begrijpelijk ook dat China heel anders in de wereldpolitiek staat dan Rusland. Want? Omdat zij die economie hebben, die expansie. Ja, China heeft het hele Chinese economische succes sinds Mao dood is te danken aan het feit dat China een onderdeel is geworden van een uiterst complexe wereldeconomie met mondiale productielijnen. Hmm. Die vaak eindigen in China omdat daar dan de boel in elkaar gezet wordt. Precies, dus het is denk aan het iPhone'tje. Dus het is heel duidelijk als hij daar verkeerde rollen gaat spelen, stort dat in of krijgt hij in ieder geval daar problemen? Ja, dan kan hij allerlei frictie krijgen natuurlijk, ja. Ik denk ook dat ze zijn natuurlijk ook niet gelukkig met die frictie met die stomme Amerikanen op dit punt. Ja, begrijp ik ook niet echt, moet ik je bekennen. Nee. Maar wat hij niet nog heeft, is de sympathie van, kijk eens eventjes, ik heb bemiddeld in een conflict. En dat wilde hij natuurlijk nu bereiken, de soft power. Dat weet ik. Volgens mij was zijn hoofdstreven was dat hij daar een hele aardige indruk ging maken. En dat samen met een glaasje drinken, klinken. Nog weer een keer, misschien is die trap tenslotte ook weer af. Mocht hij er ook weer naar beneden toe, dat weet ik niet precies. Maar ik las allemaal analyses dat hij dus de bemiddelaar wil zijn, de vredesduif. Soft power, dat heeft China nog niet, dat kunnen ze nu laten zien. Nou ja, als dat het geval is, dan heeft het niks geholpen. Laten we dit zo doen, wat dat ervan zeggen. Nou, dat weet je niet. Hij heeft toch helemaal niet gebeld met Zelensky? Poetin heeft al lang gekozen voor de lange adem. We laten dat conflict zo lang mogelijk doorzeuren op een relatief zo hoog mogelijk niveau. En dan zullen we eens kijken wie het meeste geduld heeft. Hij heeft al lang begrepen dat hij een kapitale fout gemaakt heeft, dat wel. Maar nu is hij graag gaat zitten wachten tot de andere kant de kapitale fout maakt. Maar jij denkt niet dat Xi, want je zag toch, want Poetin zei, mijn grote vriend Xi, die zit hier naast mij. Ja, je kunt moeilijk zeggen, die dikke lul hier naast mij. Tuurlijk is het een grote vriend, dat begrijp je ook wel. Wij zijn zelfs nog van, we zijn zelfs een beetje jaloers op de enorme groei die China de afgelopen jaren heeft gemaakt. Geloof het graag. Ja, maar daarmee heeft hij natuurlijk wel een soort van ontzag voor Xi. En daarmee heeft Xi misschien wel weer invloed op hem, op Poetin. Ik denk dat als Xi al iets gezegd heeft binnen kamers wat wij niet gehoord hebben. Want ja, je ziet alleen de poppenkast natuurlijk, dat voel je ook wel. Hè? Het is een beetje Jan Klaas en Katrijn die tijdelijke vrede sluiten. Nou, tijdelijk. Voor de kindertjes, terwijl je dus vanuit de onderkant van de kast allerlei bonkende geluiden hoort. die misschien anders doen vermoeden. Jij vindt het een poppenkast? Ja, het was natuurlijk volstrekt een poppenkast. Ja, zonder enige twijfel. Wat Xi moest doen was duidelijk maken wat een ontzettend goede, lieve vrienden toch de Russen zijn. In het bijzonder wel die ongelooflijke, sympathieke vriend Poetin. Zonder dat hij iets weggegeven heeft, zonder dat hij wapens levert. Wat heeft hij daar dan aan? Waarom zou hij dat nou doen? Nou, hij heeft weinig zin natuurlijk om
Rusland als vijand te hebben. Daar heeft hij ook niks. En Rusland is wanhopig. Wat voor alliantiestructuur heeft Rusland nou? 0,0. Terwijl China heeft trouwens ook helemaal natuurlijk... Nou, Honduras heeft nu Taiwan eruit gegooid en heeft de communistische China herkend. Wat dan ook nog wel wereldnieuws is. Vooral Honduras, dat is topland. Dus als Honduras aan jouw kant staat, joh, dan gaat het goed. Nee, China is afhankelijk van iets waarvan Poetin niet echt afhankelijk was. Poetin levert eenzijdig grondstoffen. Poetin levert geen complexe industriële apparatuur. Rusland was geen deel van complexe productieketens. Dat zou wel iets geweest zijn, maar China is een wereldspeler economisch gezien. En daar is China ook van afhankelijk en is de partij van afhankelijk. De deal van de partij met het Chinese volk is: wij zorgen voor economische groei en dan moeten jullie niet gaan zitten kloten. Nee. Dus we hebben gekeken naar relatiemanagement van Xi met Dat Poetin. Lijkt mij wel, ja. Oké. Geen vredesoperatie? Nee, bepaald niet. Want het is ook wel duidelijk dat Poetin, lijkt mij gekozen heeft voor wie heeft de langste adem hier. Ja, maar waarom gaat Xi dan met Zelensky zitten bellen voor het eerst via een Zoom-call of iets dergelijks? Nou, dat is symbolisch natuurlijk een heel fijne iets om te doen. Maar waarom zou hij dat dan doen? Hij heeft hem nog niet eens gesproken sinds het start van de oorlog. Omdat hij dus wel duidelijk wil maken dat hij ook weer niet volledig militair gesproken achter Poetin staat. Oké. Lijkt mij. Op de lange termijn, ja. Nee, Xi was vooral voorzichtig, leek mij. Hij ziet er ook voorzichtig uit eigenlijk. Hè? Ja, dat schijnt hij ook op het wereldtoneel dan weer niet te zijn. Maar mijn indruk is dat het een voorzichtige figuur is. Baseer je op zijn voorkomen? Nou, de hele manier waarop hij... Ik heb hem nooit gesproken, dat zal wel duidelijk zijn. Ja. Ik kan me ook niet voorstellen... De Amerikanen hebben natuurlijk toch met zoveel woorden gezegd... wij zullen Taiwan verdedigen... Of in ieder geval helpen. Whatever happens. Wat er ook gebeurt, sorry. Excuus. Ja, zo blijf je rommelen met al die buitenlandse termen. Maar dat betekent naar mijn idee dat Xi wel de laatste zou zijn om het risico te nemen. Want ja, je begrijpt, een dergelijk conflict zou ontzettend snel kunnen escaleren. En dan heb je toch een halve wereldoorlog te pakken. Als China dat zich is nou juist, dat is rampzalig voor datgene wat China geworden is. Namelijk een grote speler in de wereldeconomie. Ja, oké. Dus het is relatiemanagement, als ik je zo ja, goed ook een beetje... Ja, hij zit natuurlijk met China en Amerika. Hebben zitten elkaar alsmaar op een rare manier te treiteren en tot vijand te verklaren. Maar de Chinezen zijn natuurlijk ook in toenemende mate geïnteresseerd in de Europese Unie. Vergeet één ding niet. We hebben al gepraat over China en de Verenigde Staten. De EU is een belangrijker markt voor de Chinezen dan de Verenigde Staten. Dat heb je al vaker gezegd. Er is nu een hele delegatie van de EU in China. Maar waar baseer je dat op? Op de cijfers? Op de cijfers. Ja, het is niet zo dat ik regelmatig midden in de nacht naar Rotterdam reis om containers te tellen. Hè? Nee, misschien denken mensen van Rossum die bedenkt het. Die leeft ook in zijn eigen wereld. Ja, zeker. Dat is wat ontzettend veel mensen denken. Die van Rossum, die weet dat totaal. Dat is echt. Ook die kunstflikker, nou op. Hè, kom op. Het is allemaal ressentiment. Hooghartige vlerk. Hè, de ellendeling. Hè, omdat hij nou toevallig op het gymnasium heeft gezeten. Wat stelt hij zich voor? Hè, mensen die in de praktijk werken, die weten heel wat beter hoe het leven in elkaar zit. Heeft hij voor ons geen idee van stomme vlerk uit de Randstad. Zeggen ze dit ook als jij in de provincie bent? Krijg je dit dan ook naar je toe geworpen? Nee, helemaal niet. Nee, wat mij eigenlijk altijd opvalt in de provincie... is dat je ook wederzijds wel een beetje lacherig wordt. Ze hebben zelf ook wel het gevoel dat idee van miskenning... en dat ze niet nooit aan de buurt komen... dat het ook wel een beetje flauwekul is... Maar dat hoort erbij. Ude wil ook Randstad worden. En daardoor speel ik ook wel een beetje op in natuurlijk. En meestal wordt er dan beleefd gelachen. Of wel, ja,